Niet schrikken, ik ben het. Met een handdoek op mijn hoofd. Want ik heb voor jullie de stay-at-home beauty tip nummer 1. Stress is namelijk echt niet goed voor je huid, maar ook niet goed voor je haar. En daarom is deze tijd misschien wel de beste tijd om ook nog meer aandacht te geven aan de gezondheid van je haar en van je huid. Daarom heb ik deze volgende tip voor jullie. Wanneer je je haar gewassen hebt, maak je vervolgens je haar handdoek droog. En dan breng je je favoriete haarmasker aan. Ik hoop dat je die hebt. Zo niet, ga dan nu naar je salon toe. En anders kun je mij altijd om advies vragen om te kijken welk haarmasker er nu het allerbeste bij jou past. Maar breng vervolgens dan het masker in je handdoek droge haar aan. Maak vervolgens je handdoek een beetje nat, een beetje vochtig. Doe die in de magnetron zo'n minuut, anderhalve minuut, zodat die lekker warm wordt. En breng vervolgens die handdoek om je haar waar het masker in zit. Nou, vervolgens kun je lekker zo je kinderen les gaan geven of lekker een boek gaan lezen of wat je dan ook moet doen. Maar wat je zal merken is dat je haar veel meer gevoed wordt doordat je warmte eraan toevoegt. En door dus warmte eraan toe te voegen, dringen nog meer al die voedingsstoffen van je masker dieper in je haar. Waardoor je gewoon healthy, shinier, geweldig mooi haar krijgt. Dus denk vooral in deze tijd ook aan jezelf en blijf jezelf goed verzorgen. En hier was dus mijn eerste beauty tip. Ik hoop dat het heel erg... Stay healthy, stay beautiful. Denk dus ook af en toe nog aan jezelf. Verwen jezelf, want dat ben je zeer zeker waard. En vanaf hier een hele dikke virtuele knuffel.